afgelopen dagen zijn hartstikke goed gegaan. We zijn dinsdag met 316 wandelaars van start gegaan. Ja, het was mooi weer, een mooie route. Mensen waren heel erg tevreden. Helaas kon het de woensdag niet doorgaan vanwege het slechte weer. Ja, dat is als organisatie altijd heel lastig. Laat je ze wel of niet lopen. Maar we hebben uiteindelijk om 5 uur gezegd, nee, het is gewoon echt niet verantwoord om te starten. En er kwam uiteindelijk ook regen en onweer. Nou, gisteravond hadden we weer een stralende avond. We hebben allemaal op de route lekker een ijsje gehad. Ja, en vanavond het laatste feestje, het défilé. Nou, het défilé start in de 5 morgen naast het trefpunt. Ze worden dadelijk, nu staan de herriemeuzen uit Werknam. De wandelaars al op te wachten met de muzikale tintjes en om vast de feeststemming erin te brengen. Dadelijk komt showkorps Wilhelmina. Die begeleidt ons verder naar het défilépunt. We gaan dan via de Notenlaan, via de Larikslaan naar het winkelcentrum De Nieuwe S. Dan lopen we door het winkelcentrum heen. En in het winkelcentrum krijgen ze allemaal van de bakker nog een lekkere krentenbol. Het défilé wordt afgenomen door de wethouder, Peter van der Ven. Gideon van Dijk, de sportcoach van de gemeente, die kent alle kinderen. Daarnaast zijn er 2 mensen van de Wandelbond aanwezig en onze voorzitter van de Wandelstichting. Dan weer naar ons startpunt de Brede School, de Ersdoorn. Daar stoppen we. Ik kom naar je toe en neem mee.